Oh, er zitten twee hazen. Ja, dat is altijd leuk. En daar nog twee. En daar nog één. Twee. Zo, even zeven hazen op één akker. Nou, leuk. In de Alblasterwaard schijnen ze ook voor te komen. Zeker hier in de omgeving van Oud-Alblas, namelijk steenuilen. De kleinste uil van ons land. En gek genoeg is die verwant aan de allergrootste uil van ons land, namelijk de oehoe. Nou, die steenuiltjes zijn werkelijk piepkleine uiltjes. Schattig om te zien, hoewel ze hebben wel een hele indringende blik. Het leuke aan die steenuilen is dat ze zich koesteren in de warme zon. Het zijn echte zonaanbidders. Dus op een zonnige dag komen ze uit hun nest, vaak een holte of een nestkast of zelfs een schuur. En dan komen ze lekker buiten zitten en warmen ze zich in de zon. Steenuilen. Ik zie ze zelden. Maar dit weekend kwam ik er eentje tegen. Sterker nog, kwam er twee tegen. Eentje zat als een donker silhouet in een boom. En die ander zat lekker voor zich uit te staren. Pal voor de nestingang.